Goedenavond. Er valt weer een dode na een CO-vergiftiging. De brandweer legt uit hoe we dergelijke drama's kunnen vermijden. Bij een schietpartij op een Chinees nieuwjaarsfeest in de Verenigde Staten komen zeker 10 mensen om. There were at least 10 additional victims transported to numerous local hospitals. Mathieu van der Poel heeft zijn revanche beet. Hij klopt Wout van Aert in de wereldbekerveldrit in Benidorm. En Anderlecht kan zijn vel redden op het veld van de laatste in de stand Serrain. Anderlecht wint met 0-1. Na het drama in Hoogleden vorige week is er opnieuw iemand om het leven gekomen door koolstofmonoxidevergiftiging. Dit keer in een appartement in Ganshoorn in Brussel. Een meisje van 18 verloor het bewustzijn in de badkamer, werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden. Ook haar moeder en broer raakten bevangen, maar zij zijn niet in levensgevaar. Vermoedelijk kwam het CO-gas uit een slecht werkende waterverwarmer. Koolstofmonoxide of CO kan je niet zien of ruiken, maar is dodelijk. Wat kunt u doen om drama's te voorkomen? We vroegen het aan een specialist van de brandweer. Hoe dodelijk koolstofmonoxide precies is, bleek een week geleden nog eens in Hoogleden bij Roeselare, toen een vader en een zoon omkwamen. Eerst werd gedacht aan een probleem met de pelletkachel, maar uiteindelijk bleek de centrale verwarming op gas de boosdoener te zijn. Zulke problemen voorkomen begint bij preventie. Laat een conform toestel, een gehomologeerd toestel, plaatsen door een erkende technieker. Laat het jaarlijkse onderhoud gebeuren. Als het een gasbrander is, is er een verplichte controle om de 2 jaar. Dus laat dat ook uitvoeren. Laat ook de afvoer van de verbrandingsgassen nakijken. Reinig je schouw eventueel. En zorg natuurlijk voor voldoende ventilatie. Waar het toestel hangt, maakt niet zoveel uit om CO te krijgen. Maar de kans is wel groter bij oude toestellen. Dus de nieuwe toestellen werken met afgescheiden circuits, gesloten circuit, waar er in principe geen CO kan vrijkomen. En de oude toestellen met nog een waakvlam en zo, die putten hun verse lucht uit de kamer waar je zich bevindt. En de afvoer van de verbrandingsgassen gebeurt via de schouwen en daar kan het soms mislopen. Mocht er toch in de ruimte onzichtbare koolstofmonoxide opduiken, herken dan de symptomen. Als er mensen zijn die symptomen vertonen, gelijk als hoofdpijn, misselijkheid, braken, plotselinge moeheid, laat iedereen evacueren. En zonder zichzelf in gevaar te brengen, open de ramen, verwittig de 112. En een goedkope manier om op tijd gewaarschuwd te worden, is natuurlijk een CO-melder hangen. In Roeselare, West-Vlaanderen, heeft een man van 85 zijn vrouw van 75 doodgeschoten. Het parket spreekt van een familiedrama. De feiten speelden zich af bij het koppel thuis. De man bracht zijn vrouw om en zou daarna geprobeerd hebben om zelf uit het leven te stappen. Hij bleef uiteindelijk ongedeerd en zou zijn familie op de hoogte hebben gebracht. Hij is meegenomen voor verhoor. Morgen komt hij voor de raadkamer. Wel, nu is er een wapendeskundige ter plaatse en een wetsdokter. De wapendeskundige zal uiteraard nagaan om te zien hoe de schotwonde of hoe de kogel werd afgevuurd. De onderzoeksrechter is gevorderd voor moord en de verdachte wordt uiteraard verhoord. Wat zou het motief kunnen zijn? Daar is nog geen duidelijkheid over. De man moet nog verhoord worden. Wie het zelf moeilijk heeft, er is een luisterend oor op het nummer 1813. Er is ook de website zelfmoord1813.be. Straks blikken we terug op het autosalon. Was er veel belangstelling en zijn er ook auto's verkocht? Dat is allemaal voor straks. Eerst naar de Amerikaanse westkust. Daar heeft een schietpartij plaatsgevonden. In Monterey Park, ten oosten van Los Angeles, begon een man op een groep mensen te schieten die Chinees nieuwjaar aan het vieren waren. Er zijn 10 doden en ook meerdere zwaar gewonden. De politie kampt de omgeving uit van de feestzaal waar een man gisteravond het vuur opende op mensen die bijeen waren gekomen om het Chinees nieuwjaar te vieren. De gevolgen zijn groot. 10 mensen komen om en er vallen zeker 10 gewonden. Wat de schutter bezielde om te beginnen schieten, is nog niet duidelijk. Er is een male suspect that fled the scene and remains outstanding as of this moment.
Our very preliminary description has been described as a male Asian. In Monterey Park wonen veel mensen van Aziatische origine. Het Chinees nieuwjaar wordt er uitbundig gevierd. De politie onderzoekt of de schutter een tweede feestzaal gewapend is binnengedrongen, een half uur na de schietpartij. Is this related to the other event here in the city of Monterey Park or any concerns about any other Chinese New Year events? We are working here. You see all the partners behind me, including the FBI. We've been doing threat assessments throughout the morning. Are they connected? Honestly, we don't know the answer to that yet. In de tweede feestzaal heeft iemand een wapen van de vermoedelijke schutter kunnen bemachtigen en aan de politie overhandigd. My concern now is the safety of the city of Monterey Park. My officers are on duty. I brought in extra officers from home to make sure that the community is safe. Alle nieuwjaarsfeesten zijn afgelast in Monterey Park. We blijven in de States met politiek nieuws. In de privéwoning van de Amerikaanse president Joe Biden in de staat Delaware zijn opnieuw voor de derde keer vertrouwelijke documenten gevonden die daar niet hadden mogen liggen. Deze keer zijn het 6 documenten uit de tijd dat Biden senator en vicepresident was. Meer dan 12 uur lang werd het huis van president Biden in Wilmington, Delaware, doorzocht. Dat zou gebeurd zijn met medewerking van Biden en zijn juridisch team. Het was Bidens persoonlijke advocaat, Bob Bauer, die een verklaring uitstuurde om het nieuws bekend te maken. 6 sets van vertrouwelijke documenten en bijhorend materiaal werden er gevonden. Ze zouden dateren uit de periode dat Biden senator was, 15 jaar geleden, en toen hij vicepresident was onder president Obama. Waar de documenten over gaan, is niet bekendgemaakt. Het maakt deze zaak nog pijnlijker voor president Joe Biden. Op 2 november vorig jaar werden al documenten gevonden in een privékantoor van Biden in Washington, D.C. Die werden vrijwillig overgedragen aan het departement Justitie, maar het nieuws daarover raakte pas begin januari bekend. Vorige week werden nog meer documenten gevonden in de privéwoning van de president, onder meer in zijn garage. Biden reageerde verrast op de vondsten en zegt dat de documenten er per ongeluk verzeild zijn geraakt. A handful of documents were filed in the wrong place. We immediately turned them over to the archives of the Justice Department. We're fully cooperating, looking forward to getting this resolved quickly. I think you're going to find there's nothing there. I have no regrets. I'm following what the lawyers have told me they want me to do. Biden en zijn team leggen veel nadruk op die vrijwillige en volledige medewerking. Want dat moet het verschil maken met een gelijkaardige zaak rond president Trump, die zelf ook vertrouwelijke documenten uit het Witte Huis had meegenomen naar zijn privéwoning in Florida. Ook ging het daar om een groter aantal documenten. En in de VS staat voor ons Björn Soenes. Goedemiddag voor jou. Ja, het is de derde keer nu al dat er zulke documenten gevonden worden bij Biden. Eerder zei hij het is allemaal per ongeluk, maar gaat hij er hiermee wegkomen, denk je? In elk geval, Annelies, de problemen stapelen zich op voor hem. Aan de ene kant heb je juridische problemen. Er is een speciale onderzoeker aangesteld om te zien of het hier gaat om strafbare feiten, wat die documenten precies inhielden, of ze de nationale veiligheid in gevaar hebben gebracht. Dus dat onderzoek moet de zittende president Biden afwachten. En dat sleept hij dus mee als een kleine molensteen rond zijn nek. Hij denkt wel dat hij vrijuit kan gaan, maar toch is het een heel vervelende zaak. En vooral politiek komt het hem heel slecht uit, Annelies. Want na de midterms leek hij zijn zelfvertrouwen terug te hebben gewonnen. Leek het wat beter te gaan met zijn populariteit, maar die daalt nu weer. En ja, hij was van plan om al zijn verwezenlijkingen van de afgelopen 2 jaar in de verf te zetten in de State of the Union. Die is over 1 week of 2. En daarna zou hij zijn herverkiezingscampagne aankondigen als 80-jarige om een tweede termijn te bemachtigen. Maar het zou kunnen dat de kritiek nu in eigen rangen toeneemt, dat hij daardoor erg verzwakt is. Politiek en de Republikeinen zullen er geen kans ongelegen aan laten om hem daarop te pakken, om op de hypocrisie te wijzen tegenover Donald Trump, moreel uithalen dat hij documenten heeft achtergehouden en het dan uiteindelijk zelf ook hebben gedaan. Dus politiek ziet het er niet zo goed uit voor Joe Biden in de komende weken. We zullen zien wat het wordt en of hij zich al of niet herverkiesbaar stelt. Ja, maar Biden zit met een probleem, dat is duidelijk. Dankjewel, Björn.
In China wordt volop Chinees nieuwjaar gevierd. Het nieuwe jaar is daar het jaar van het konijn. Voor het eerst in 3 jaar kan er gefeest worden zonder coronabeperkingen en strikte lockdowns. Zoals dat de voorbije 40 jaar traditie werd, zond de Chinese staatstelevisie aan de vooravond van Chinees nieuwjaar een spectaculaire show uit. Meer dan 1 miljard Chinees sprekenden van over de hele wereld zitten dan aan hun tv-toestel gekluisterd. Het gala is volgens het Guinness Book of Records dan ook het meest bekeken tv-programma. Het konijn staat natuurlijk centraal in de show. Nu begint immers het jaar van het konijn. Een vreedzaam jaar moet het worden voor wie daarin gelooft. Maar China zal zich uit de ellende van de coronacrisis moeten optrekken. President Xi Jinping heeft alvast vertrouwen in het konijn. Chinees nieuwjaar is bij uitstek een familiefeest. Kinderen bezoeken hun ouders en grootouders. Er wordt in familiekring gegeten en gevierd. Maar soms kan het ook grootser. In sommige dorpen feesten alle inwoners samen, zoals hier in Meize, waar zowat 150 dorpelingen van de Miao-minderheid aan een lange tafel het nieuwe jaar ingaan. Gong Xi Fa Cai wensen de Chinezen elkaar toe dat het nieuwe jaar uw rijkdom mogen brengen. In Brussel hebben vanmiddag zo'n 1500 mensen betoogd voor de vrijlating van Olivier van de Kastelen, een voormalige Belgische hulpverlener die vastzit in een Iraanse cel in erbarmelijke omstandigheden. De manifestanten willen druk zetten op de Belgische regering om van de Kastelen vrij te krijgen. Libere Olivier! Libere Olivier! Olivier van de Kastelen werd bijna 1 jaar geleden opgepakt in Iran en is daar recent veroordeeld tot 40 jaar cel en 74 zweepslagen voor spionage. Volgens Amnesty International slaat de veroordeling nergens op en was een arrestatie willekeurig. Van de Kastelen heeft volgens Amnesty ook geen eerlijk proces gekregen. Zijn ouders kwamen mee manifesteren vanmiddag. Het is heel moeilijk voor onze familie. Gelukkig zien we dat iedereen en al de vrienden van Olivier ons dagelijks helpen om te kunnen nog verder te leven. Jullie hebben hem recent nog gehoord. Hoe was dat? Heel emotioneel. Voor hem is het heel moeilijk en voor ons ook natuurlijk. En dus zijn omstandigheden zijn niet goed, zijn gezondheid. Vooruit voorzitter Conor Rousseau heeft op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij stevig uitgehaald naar de Vlaamse regering en naar Vlaams minister-president Jan Jambon van N-VA. Die moest zich schamen, zei hij, voor de belabberde kwaliteit van het Vlaamse onderwijs en de wantoestanden in de kinderopvang. Buiten extra politiebewaking na bedreigingen tegen voorzitter Rousseau. Binnen kwamen zo'n 3000 vooruitleden samen. Vlaams zit vooruit in de oppositie. En dus volgde er in de toespraak van de voorzitter een sneer naar de Vlaamse regering en vooral de N-VA. Het is toch eigenlijk wel straf dat een partij die ons land al meer dan 20 jaar gijzelt omdat ze meer Vlaanderen willen, op het moment dat ze meer bevoegdheden in Vlaanderen krijgen, die stuk voor stuk om zeep helpen. Onderwijs, kinderopvang, rusthuizen, bussen, trams, alles wordt duurder. Alles gaat trager, alles gaat achteruit. En wel, meneer Jambon, je moest u schamen, jong. Lerarentekort is bijvoorbeeld wel een probleem van jaren. De minister van Onderwijs, ja, vooruit heeft hij ook wel geleverd in het verleden. Dat is een probleem van jaren, maar u vraagt toch aan mij niet wat wil je nog in het verleden doen, dat bestaat niet. Wat wil je in de toekomst doen? We willen dat probleem aanpakken. Er ligt geen plan op tafel op dit moment. Er ligt geen plan op tafel om het onderwijs terug vooruit te helpen. En wij gaan met zo'n plan komen. Federaal zit vooruit wel in de regering. Een regering die nog amper doortastend heeft hervormd, is de kritiek. Maar de kopstukken daar geloven er nog in. Wij moeten in deze federale regering, in elke regering waarin wij zouden zitten, wij moeten problemen oplossen. En natuurlijk, er ligt nog heel veel werk op de plank. Hadden jullie gedacht dat jullie hier nu zouden staan als de twee kopstukken van de partij zij aan zij?
Ik alleszins niet. Ik ben heel blij dat we eigenlijk elkaar hebben teruggevonden. En ook dat is mede dankzij de goede sfeer die er in de partij heerst. Met luid getoeter heeft het 100ste autosalon in Brussel vanavond de deuren gesloten. Volgens de organisatoren daagden er ruim 270.000 bezoekers op. Dat is minder dan in de echte topjaren, maar de organisatie spreekt toch van een succes, omdat ze dit jaar minder ruimte ter beschikking kreeg. Eindelijk, na 2 jaar onderbreking door de coronacrisis, nog eens de beleving van een echt autosalon. Met alles erop en eraan. Er kwamen de voorbije week dan ook behoorlijk wat autoliefhebbers opdagen. We gaan richting 270.000 bezoeken en dat is echt enorm. We merken ook dat we met de iets kleinere oppervlakte die we ter beschikking hebben, dat we eigenlijk met 30.000, 35.000 bezoekers al heel vol zijn. Dus we hebben eigenlijk op maximale capaciteit gedraaid en dat stelt ons natuurlijk heel erg tevreden. Beleving dus, maar ook kijken en vergelijken. Want in tegenstelling tot vroeger kopen de mensen op het autosalon zelf veel minder direct een auto. Natuurlijk niet direct kopen, eerst wat kijken en zullen we zien. Ja. Wij zijn vandaag gekomen vooral omdat mijn vriend een heel grote fan is van BMW. Maar ook persoonlijk zelf ben ik meegekomen om te kijken wat mijn genre is en wat het beste past voor mij van auto's of zo. Hier komen ze om de wagen visies te vergelijken met de andere wagen waar ze over nadenken. Ook het aanbod van de verschillende constructeurs met elkaar te vergelijken. En als ze al die informatie hebben ingewonnen, dan tekenen ze de bestelbon meestal bij de dealer. Bij dat kopen spelen natuurlijk de prijs en de kwaliteit een rol. Maar ook de wachttijden. Toch laten de meesten zich er niet door ontmoedigen. Op 19 november 2019 heb ik een Tesla Cybertruck besteld. En ik weet nog altijd niet wanneer dat dan gaat komen. Dus ik ben iemand die wacht. Want voor hun droomauto hebben ze hier wel wat over. Een Lamborghini. Lamborghini. En ga je, stel dat je daar nu nog 2 jaar op moet wachten op die Lamborghini, ga je dan wachten? Ja. Je hebt nog 10 jaar tijd, hè? Ja. Je kan nog wat sparen. En je zou liefst een gouden hebben, hè? Ja. Ja, eerst de rijbewijs halen. En ook de fietsbeurs Velofolies in Kortrijk is geëindigd vandaag. In 3 dagen tijd kwamen daar meer dan 40.000 bezoekers een kijkje nemen. Ze konden er zowat alles vinden wat met fietsen te maken heeft. Kledij, veiligheidsuitrusting, onderdelen en uiteraard fietsen zelf. In alle maten en soorten, van opgeknapte oude stadsfietsen tot gravelbikes en elektrische fietsen. Fietsen wordt populairder, onder meer voor woon-werkverkeer en daar heeft de elektrische fiets een groot aandeel in. De fietsverkoop in België wordt gestimuleerd door de overheid, door eigenlijk fietsleasing aan te bieden. Bedrijven die werknemers tot 5000 euro waarde geven voor een nieuwe elektrische fiets om naar het werk te komen als vervanging van die tweede wagen. Dat maakt eigenlijk dat elektrische fietsen op vandaag 40% uitmaken van het totaal aantal verkochte fietsen. Onze collega's van Karrewiet, het jeugdjournaal van VRT Nieuws, zijn in de prijzen gevallen. Ze hebben gisteravond de Gouden K gekregen voor beste Ketnet-programma. 3, 2, 1! En de winnaar is Karrewiet! De ontlading was groot bij de ploeg van Karrewiet, want ze waren al 8 keer genomineerd, maar nog nooit hadden ze gewonnen. De jonge kijkers konden zelf stemmen. Dat wil zeggen dat ze nieuws op hun maat waarderen. Fantastisch. Wetende dat een nieuwsprogramma kan winnen, dat er duizenden kinderen naar ons kijken en op ons hebben gestemd, de grootste bekroning die we ooit hadden kunnen krijgen. Ik vind dat heel mooi eigenlijk. Ik heb het daarnet gezegd, niet mooi wat er in de wereld allemaal gebeurt. En toch kijken die kinderen elke dag en kijken die graag naar ons. En dat vind ik fantastisch. Vroeger was er in vele gemeenten was er de pest en Sint-Antonius die had altijd zijn varkentje bij. En in die tijd bleven er veel afvalsresten liggen bij mensen in de armere buurten. En die zwijntjes aten die afval op.
En zo werd Sint Antonius de patroonheilige van de varkens en de slagers. In 30 Vlaamse gemeenten zijn er in januari volksfeesten ter ere van die middeleeuwse heilige. Een traditie die trouwens pas erkend werd als cultureel erfgoed in Vlaanderen. Wij gingen naar de Sint Antonius ommegang in Ingooigem in West-Vlaanderen. Je ziet het goed, twee geslachte varkens worden in stoet door het centrum van Ingooigem gedragen. Het hoogtepunt van het jaarlijkse feest voor Sint Antonius. Dat is de patroonheilige van de varkens. Hoe zwaar is het? Redelijk zwaar. Vind je dat nu een eer of moet je het doen? Ik vind het wel leuk, want we moesten dat doen en ja, ik wou dat altijd al graag doen. Dus. Het volksfeest is nu erkend als immaterieel erfgoed om zo de toekomst van de traditie te verzekeren. Want dat blijkt ook hier de uitdaging. Voor het eerst in 70 jaar zijn opgehokte dieren niet meer welkom. Nu ook met het welzijn van de dieren. Die dieren waren gestresseerd. Ook een beetje van dierenmilieuorganisaties die erin tegenkwamen. Hebben wij beslist op een andere werkwijze te werk gegaan. En hebben wij gevraagd aan de studentjes, de leerlingen, om knuffels mee te brengen en huisdieren mee te brengen. En die krijgen ook allemaal de zegen om hen te beschermen tegen onheil, zo wil het geloof het toch. De hond zal zichzelf wel beschermen. Het is eigenlijk gewoon een tof moment om buiten te komen en samen te zijn. Het geloof is daar los van. Het folklore, ja. Ja. Maar het is gezellig, en het is een attractie. En als ze weglopen, is de attractie nog groot. Het is dat de mensen wel niet. En een attractie is zeker ook de veiling die tijdens het feest georganiseerd wordt. Anja! Wat vertel me toch? Ja, ja, kom mee binnen niet. Mensen bieden een euro. Wie aangeduid wordt als de bel gaat, wint een prijs met de geslachte varkens als hoofdprijs. Ik vind het heel leuk om mee te bieden. Heel speciaal. En u gaat voor de hoofdprijs, het varken? Als dat kan, waarom niet? En u hebt daar plaats voor thuis? Eigenlijk niet. Zometeen krijgt u alle sportnieuws in Sportweekend. Ons eerste hoofdpunt was een nieuw drama na een CO-vergiftiging. Ik ben er terug omstreeks 10:30 met het late journaal. Tot ziens. Dus de nieuwe toestellen werken met gesloten circuit, waardoor er in principe geen CO kan vrijkomen. En de oude toestellen die putten hun verse lucht uit de kamer waar u zich bevindt. En de afvoer van de verbrandingsgassen gebeurt via de schouwen en daar kan het soms mislopen. Als er mensen zijn die symptomen vertonen, gelijk als hoofdpijn, misselijkheid, braken, plotselinge moeheid, laat iedereen evacueren. En zonder zichzelf in gevaar te brengen, open de ramen. Verwittig de 112